Goedemorgen en welkom bij de webinar Circulair ondernemen. Welke kansen liggen er voor jou? Wil jij als ondernemer ook minder afval, minder energie en een schonere toekomst? Circulair ondernemen biedt volop kansen om als bedrijf toekomststendiger te zijn. Om stappen te kunnen nemen is inzicht nodig. Tijdens deze webinar helpen we je graag om die eerste stap te zetten. Ik ben Kirsten Kamphuis, MKB ondernemersadviseur bij Cleantech Regio. Cleantech Regio is een kennis- en netwerkorganisatie. Ondernemers, overheden en onderwijs, kennisinstellingen werken hierin samen aan een economische, sterke en schone regio. Elke week gaan we in op een ander onderwerp en deze week is dat circulair ondernemen. Welke kansen liggen er voor jou? Cleantech Regio organiseert samen met Kennisport Regio Zwolle en Novelty voor de MKB in Overijssel de reeks webinars De Blik Vooruit. Deze digitale kennissessies zijn bedoeld om ondernemers te inspireren en te ondersteunen in deze roerige tijden. Voordat we verder gaan, willen we jullie graag als deelnemers vragen in welke branche je actief bent. Er komt straks een poll zichtbaar waar je dit kenbaar in kunt maken. Fijn als je dit wilt doen. Vandaag zijn te gast Jona Link van Circo. Jona is onder andere uitvoerend partner bij het Circo-team Support Digitaal en de ontwikkeling van een aantal modules in de kennisbank, zoals de online demo. Circo geeft thema aan het dwarsdoorsnijdende thema circulair ontwerpen. Met als doel groepen, bedrijven en creatieve professionals te activeren om te starten met circulair ondernemen met design als motor. Ook als spreker straks op het podium is Hendrik Jan Peters. Hendrik Jan Peters is eigenaar van H.J. Peters Deventer Tapijt BV en dit bestaat al sinds 1907. Tevens oprichter van Warmgras BV, gestart als start-up in 2014. H.J. Deventer Tapijt BV maakt tapijt voor schepen en hotels. Warmgras BV richt zich op ontwikkeling en productie van efficiënte verwarmingssystemen voor kunstgras sportvelden. Hendrik Jan is erg bezig met onderzoek en ontwikkeling van biobased en recyclebare oplossingen voor hun productgroepen. We starten met Jona Link. Hij gaat ons vanuit zijn training en praktijkvoorbeelden meenemen welke stappen je kan nemen met circulair ondernemen en laat zien welke kansen er zijn. Tijdens deze webinar kunnen jullie vragen stellen rechts in het veld. Mijn collega Femi van den Elsaker houdt dit in de gaten en we proberen deze tijdens de webinar te bespreken. En mocht het niet lukken, dan volgt het antwoord na de webinar. Ik wil graag vragen of Jona op het podium komt. De polls staan ook rechts in het veld. Daar kunnen jullie ze vinden. Dag Jona, welkom. Hoi Kirsten, hartelijk bedankt. Fijn dat je aan deze webinar wilt bijdragen. Jona, ik geef jou graag het woord. En zou je daarna gelijk willen starten met jouw presentatie? Zeker, ja. Oké, dan kom ik straks weer terug. Top, dankjewel. Ja, zoals Kirsten al prachtig inleidde, gaan we het hebben over circulair ondernemen en welke kansen er voor jou zijn binnen het circulair ondernemen. Maar eerst eigenlijk, wat kan een circulaire economie Nederland opleveren? En de adviesbureaus slaan ons ermee om de oren. Een circulaire economie kan zorgen voor 50.000 banen. Het kan zorgen voor 7 miljard euro toegevoegde waarde aan de Nederlandse economie. Minder gebruik van materialen en een afname van watergebruik en CO2-uitstoot. Ja, dat is allemaal hartstikke leuk. En dat kunnen consultants met z'n allen heel mooi bedenken. Maar ja, hoe kunnen wij van die 7 miljard de vruchten gaan plukken door middel van circulair ondernemen? En tijdens dit webinar en in 20 minuten wil ik jullie daar doorheen nemen. Maar ja, wie ben ik dan eigenlijk om dat dan te zeggen en te vinden? Ik ben Jona Link. Ik werk als adviseur bij New Economy. En wij zijn uitvoerend partner van het programma Circo van ClickNL. Ik ben gespecialiseerd in het meten van economische, ecologische en sociale impact. En probeer op die manier altijd milieu en de economische kansen van het reduceren van milieu-impact aan elkaar te koppelen. Het komt deels ook door mijn achtergrond. Ik heb een achtergrond in milieuwetenschappen.
als bachelor en een master in bedrijfs- en innovatiewetenschappen. En ben sinds een jaar ongeveer betrokken bij Circo in het team Support Digitaal. Onder andere nu tijdens deze coronacrisis met het opzetten van onze online tracks en classes via het programma Mural. Maar eerder ook in de ontwikkeling van de online demo, wat een versie is van de mini-workshop. Eigenlijk wil ik de kansen van het circulair ondernemen aan de hand van de volgende vragen bespreken. En dat is eigenlijk, heb je wel eens nagedacht over waar zit de waarde en het waardeverlies van jouw product in de keten? Welke producteigenschappen spelen een belangrijke rol in die waarde? En hoe kan je deze waarde inzetten om circulaire business voor jouw bedrijf te creëren en gelijktijdig minder afval en verlies van grondstoffen te realiseren? Vervolgens kijken we welke aansluitende businessmodellen er dan ingezet kunnen worden om die waarde te benutten met circulaire business. En dan hoe je met design aanpassingen mogelijk nog meer potentie van die waarde kunt gaan benutten. En eerst wil ik kijken waardeverlies naar circulaire kans. Bij Circo maken we gebruik van de waardepiramide. Als je kijkt naar het ontwerpen en het ontwikkelen van een product, dan vindt er eerst extractie plaats, bijvoorbeeld voor een plastic fles. Nadat het de olie geëxtract is, moet er waarde toegevoegd en wordt uiteindelijk plastic fles gefabriceerd, geassembleerd en komt die bij de retail zodat die verkocht kan gaan worden. Nadat het product verkocht is, komt het bij de eindgebruiker. De eindgebruiker die drinkt frisdrank dat hij haalt ergens. En daarna belandt het product in de prullenbak. En eigenlijk vindt er dus nadat er continu waarde in de keten toegevoegd is, in één keer een waardevernietiging plaats. En die vernietiging van waarde, daarbij zijn we bij Circo van mening dat in dat waardeverlies een kans geldt voor nieuwe business. En dat je dus nieuwe business kan gaan realiseren met circulair design. Hoe werkt dat? In een circulaire economie kan waarde in de keten continu toegevoegd worden. Bijvoorbeeld door het toevoegen van reparatie- en onderhoudsdiensten, waardoor een eindgebruiker langer gebruik kan maken van een product. Sommige producten, zoals bijvoorbeeld dat plastic flesje, kunnen hergebruikt worden. Dus die kunnen vaker benut worden, waardoor de functionele eigenschappen van het product langduriger gebruikt worden. Daarnaast kan een product gereficeerd worden. Geherfabriceerd, bijvoorbeeld door de componenten uit elkaar te halen en toe te passen in een ander product. En uiteindelijk kan er nog waarde gehaald worden door een product te recyclen, zodat de materiaalwaarde van een product behouden blijft. Dat is allemaal interessant via zo'n conceptueel model, maar hoe ziet er dat dan uit voor een daadwerkelijk product? Die waardeverdeling, die kun je ook toepassen en gaan kijken op een werkelijk product. We kennen allemaal het voorbeeld van de auto. Wanneer een auto gekocht is en de showroom verlaat, dan vindt er eigenlijk al een verlies van waarde plaats. Maar naast het verlies van waarde, is er ook nog een heleboel waarde wat daar te behalen valt. Heel veel auto's staan te koop op marktplaats. Heel veel onderdelen worden tweedehands verkocht door bijvoorbeeld garagehouders. En uiteindelijk wordt vaak het staal van de auto's nog gerecycled. Hetzelfde geldt eigenlijk voor mobiele telefoons. We zien allerlei refurbished resellers die refurbished telefoons opnieuw in de markt zetten. Ze reviseren de producten en zorgen ervoor dat er met een garantie een goed product opnieuw de markt ingezet kan worden. Als je dan kijkt naar die waardeverdeling, dan zie je eigenlijk het grote verschil, zeker in hoogwaardig technologische producten zoals een mobiele telefoon, tussen de recyclewaarde en de waarde die in de componenten verdeeld zit. Eigenlijk als ondernemers zijnde is de truc met circulair ondernemen hoe je die waarde van bijvoorbeeld de onderdelen en het hergebruik kan gaan maximaliseren en maximaal kan gaan benutten. Daar staat tegenover dat er ook producten zijn, zoals bijvoorbeeld een t-shirt, waarbij de waarde van het materiaal bijna gelijkwaardig is aan de waarde van de component. In dat geval kan het wel lonen om in te zetten op recycling, maar nog steeds blijven de beste strategieën voor waardemaximalisatie op het hergebruiken en herbenutten van de componenten en onderdelen. Provincie Overijssel heeft in de regionale transitieagenda dit voor enkele producten ook uitgewerkt, voor degenen die dat interessant vinden.
Nou, welke producteigenschappen spelen dan een belangrijke rol in die waardecreatie? Als we dan kijken naar waar die waardebepaling vandaan komt, dan identificeert TNO 10 verschillende producteigenschappen die hier een hele belangrijke rol in spelen. Natuurlijk zijn er meer producteigenschappen die een rol in spelen, maar voor circulariteit zijn dit waarschijnlijk de belangrijkste. Zo heb je de technische levensduur. Als een product een hoge technische levensduur heeft, dan kan er meer waarde toegevoegd worden. Prijs per artikel. Een plastic flesje, daarvan is de waarde van het artikel heel erg goedkoop. Om het product langer in de keten te houden, moet er waarde worden toegevoegd, waardoor het waarschijnlijk onrendabel is om die waarde aan dat product toe te voegen. Een product dat makkelijk repareerbaar is, kan de waarde zo hoog mogelijk houden. Maar ook eigenschappen zoals de in te plannen behoeften spelen een rol. Als een product makkelijk in te plannen is en dat goed georganiseerd kan worden, dan kan een product gedeeld worden via bijvoorbeeld een productdeelsysteemplatform. Op die manier kunnen de functionele eigenschappen van het product vaker gebruikt worden, waardoor je voor hetzelfde effect minder energie en materialen nodig hebt. Ook modulariteit kan een rol spelen. Als een product uit verschillende modules en componenten bestaat, dan kan het zijn dat bijvoorbeeld één van de componenten waarvan de technische levensduur korter is, vervangen kan worden voor een nieuw component, waardoor de waarde van het product zo lang mogelijk behouden kan blijven. Daarnaast speelt adaptiviteit een rol. Bij adaptiviteit moet je denken aan het mogelijk upgraden van het product. Dan de recycleerbaarheid, dat spreekt voor zich. De gebruiksfrequentie, een product dat vaak gebruikt wordt, zal hoogstwaarschijnlijk sneller slijten. En dan de arbeidsintensiteit. Hoeveel arbeid is er nodig om een product te repareren? En dan speelt nog gevoeligheid voor modetrends. Een product dat heel modegevoelig is, zou moeilijker zijn om de waarde daarvan te behalen, omdat mensen vaak snel nieuwe producten toevoegen. Aan de hand van deze 10 eigenschappen is het mogelijk om een waardebepaling weer te geven voor jouw product. Dat wil ik eigenlijk doen aan de hand van deze vraag. Hoe kan je deze waarde inzetten om circulaire business voor jouw product of bedrijf te creëren en gelijktijdig minder afval en verlies van grondstoffen te realiseren? Dat wil ik eigenlijk doen aan de hand van een praktisch voorbeeld. Zo heeft Circo samengewerkt met Landal en OT Design. Wat we zagen bij Landal en OT Design was dat het meubilair in vakantieparken zeer intensief gebruikt wordt. Mensen zitten vaker thuis in een vakantiehuis dan dat ze daadwerkelijk thuis zouden zitten. Een bank is ongeveer na 7 jaar aan het einde van zijn levensduur en soms zelfs eerder. De banken zijn volledig verlijmd en geniet. Een reparatie is daardoor duur en recycling is moeilijk omdat verschillende typen materialen aan elkaar gelijmd zijn en daardoor vervuild zijn. De wens van Landal was dat ze hun grondstoffenverbruik wilden reduceren zonder daar extra kosten aan te verbinden. Als je dan kijkt naar de waardebepaling van het product, zoals een bank, dan zie je dus dat de primaire grondstoffen een relatief lage waarde hebben vergeleken met de huidige verkoopwaarde van een designbank. Een bank kan in grondstoffen ongeveer €50 kosten en een designbank kost in de winkel al gauw €2000. Als je iets verder kijkt, dan zie je eigenlijk dat heel veel designbanken bijvoorbeeld op Marktplaats tweedehands worden aangeboden voor ongeveer de helft van de prijs. Daarnaast zijn er partijen die professioneel dit soort banken van de tweedehandsmarkt overnemen, reviseren en vervolgens weer als nieuw product in de markt zetten. Kijk bijvoorbeeld naar kringloopwinkels. Daarnaast is er de remanufacture-waarde. Het kan zijn dat het onderstel van de bank volledig goed functioneert. Een bank kan dan uit elkaar gehaald worden en er kunnen weer nieuwe stoffering en bekleding toe worden gevoegd, zodat die bank weer op een hoogwaardig niveau terug de markt in kan worden geplaatst. En dan is er nog de repurpose-waarde, dat het hout van die bank in een andere functie gebruikt kan worden. En uiteindelijk de recycle-waarde, gewoon de waarde van de grondstoffen die overblijft. Als we dan kijken naar die technische eigenschappen van die producten, dan zien we dat een bank redelijk repareerbaar is, maar door het verlijmd zijn is dat nog lastig te realiseren. Daarnaast is een bank vaak gevoelig voor modetrends. Dat betekent dat vaak een gewenst is dat er een nieuwe stof of bank komt, omdat dat in is in de mode op dat moment. Als we dan kijken naar die waarde die niet benut wordt uiteindelijk,
Dan zien we dus dat die bank na 7 jaar aan het einde van zijn levensduur is, volledig verlijmd en geniet is, en reparatie te duur is en recycling te moeilijk. De tweedehandswaarde, de refurbished waarde, de remanufacture waarde, wordt dan over de hele keten uiteindelijk niet benut. En juist dat moment van waardeverlies, dus wanneer die bank afgeschreven wordt en uiteindelijk op straat belandt, daarin zit een kans voor nieuwe business. Alleen om die kans goed te benutten, zijn er verschillende businessmodellen die mogelijk toepasbaar zijn om die waarde uiteindelijk te kunnen benutten. Bij Circo maken we een onderscheid tussen 5 type businessmodellen. Zo heb je het klassiek duurzame model. Dus je creëert een heel hoogwaardig product dat zo lang mogelijk meegaat, dat vaak voor een premiumprijs verkocht wordt. Dan is er een hybride model. Het is bijvoorbeeld mogelijk, als jij een Nespresso-apparaat op de markt zet, dat je cups verkoopt en aan het verkopen van die cups geld kan verdienen. Dan is er het tussenbatermodel. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld producten, componenten aan te kunnen bieden, waardoor een product langer meegaat. En dan is er het toegangsmodel en prestatiemodel. Het is ook mogelijk om alleen maar de functionele eigenschappen van een product te verkopen, wat bijvoorbeeld met het prestatiemodel kan. Dan maak je bijvoorbeeld een abonnementsvorm en garandeer je dat er minstens zoveel zituren op bijvoorbeeld die bank gegarandeerd kan worden. Deze businessmodellen, die spelen in op die waardepiramide die ik eerder had beschreven. Zo zie je bijvoorbeeld dat het klassieke duurzame model of het aanbieden van reparatiediensten via een hybride model kan bijdragen aan het langduriger gebruik van en de waardebehoud van die bank zo hoog mogelijk in de keten. Daarnaast is het mogelijk om met een tussenbatermodel zowel het aanbieden, het terugkopen van producten en dat opnieuw in de markt te zetten, opnieuw geld te verdienen aan een product. Dan heb je het tussenbatermodel materiaal. Het is ook mogelijk om componenten aan te kunnen bieden, bijvoorbeeld nieuwe stoffering voor een bank, waardoor het product langer meegaat en er meer waarde benut kan worden. En dan is het toegangs- en prestatiemodel, wat eigenlijk met de pijlen omhoog symboliseert dat er over de hele keten en tijdens al die activiteiten waarde behouden kan blijven van het product en waarde benut kan worden. Vervolgens is het mogelijk om met designaanpassingen nog meer waarde te kunnen benutten. Voor een bank wat moeilijk te repareren is, is het al mogelijk om waarde te behouden. Maar als een bank anders ontworpen wordt, wordt het makkelijker om die waarde uiteindelijk te kunnen benutten. Circo maakt onderscheid tussen 6 verschillende designstrategieën. Het kan zijn om een band of een klantrelatie op te bouwen door middel van hechting en vertrouwen. Dus door reparatiediensten aan te bieden, kun je je klant aan jou bieden en aan jou binden en aan jouw product toe-eigenen. Daarnaast duurzaamheid, een kwalitatief hoogwaardig product, zal lang meegaan, waardoor mensen jou altijd als de beste keuze zien. Standaardisatie en compatibiliteit is als een product makkelijk toegepast kan worden in andere markten, dan kan dat voor extra waardecreatie zorgen. En gemak van onderhoud en reparatie kan ervoor zorgen dat een product beter onderhouden kan worden, waardoor de waarde zo lang mogelijk behouden blijft. En uiteindelijk is aanpasbaarheid en opwaardeerbaarheid, demontage en reassemblage, dat zijn allerlei mogelijkheden om op componentniveau de waarde van producten zo lang mogelijk te behouden. Wil ik deze 2 vragen eigenlijk gaan beantwoorden? Dus welke aansluitende businessmodellen kunnen uiteindelijk worden ingezet om die waarde te benutten? En welke designaanpassingen zijn vervolgens mogelijk met die bank van Lendl en OT Design om die waarde nog beter te kunnen benutten? Nou, zoals we besproken hadden, werd die bank zeer intensief gebruikt. Een bank heeft dus een levensduur van ongeveer 7 jaar en is volledig verlijmd en geniet. Reparatie is duur, recycling is moeilijk. Dit was de waardeketen zoals we die gevisualiseerd hadden, waarbij repareerbaarheid een functionele eigenschap was van die bank, maar door het verlijmen van die bank nog lastig te benutten was. Wat Lendl en OT Design gedaan hebben, is ze hebben een module ontwikkeld waardoor de stoffering van de bank met klittenband makkelijk te vervangen is en nog steeds een hoogwaardige look en feel wist te behouden. Op die manier wisten ze een stukje modulariteit toe te voegen. En daarnaast wisten ze door het niet meer te nieten en verlijmen van de bank ervoor te zorgen dat het product beter te recycleren was. Dat zorgde er weer voor dat de arbeidsintensiteit die nodig was om het product te realiseren en de waarde maximaal te kunnen behouden, uiteindelijk benut kan gaan worden.
De gevoeligheid voor modetrends blijft een eigenschap die een negatieve rol speelt in de waardebehoud van die bank. Wel is het denkbaar dat je bijvoorbeeld met een nieuw type kleur een nieuwe rol in de markt kan blijven spelen en die bank dus zo hoog mogelijk in waarde kan laten houden. Maar hoe hebben ze met die designaanpassingen uiteindelijk het verdienmodel aangepast? OT Design is uiteindelijk bij Lendl onderhoudsdiensten aan gaan bieden. Via het klassiek duurzame model, dus een hoogwaardig product in de markt te zetten en het aanbieden van reparatiediensten, wisten ze de waarde van de gebruikswaarde zo lang mogelijk behouden te houden. Er was een hogere aankoopwaarde en die hogere aankoopwaarde konden ze met een gegarandeerde dubbele levensduur waarmaken. Uiteindelijk worden er ook weer componenten aangeboden op het product, zodat het product maximaal zijn waarde kan blijven behouden tegen een relatief lage prijs in vergelijking met het eerdere product. Het gevolg hiervan is dat er ongeveer 2 keer minder materialen worden gebruikt omdat de bank een 2 keer zo lange levensduur heeft. Een 2 keer minder gebruik van materialen betekent uiteindelijk een 2 keer zo laag gebruik aan energie, afhankelijk van de energie natuurlijk die nodig is om reparatiediensten aan te bieden. Een 2 keer zo laag impact op bijvoorbeeld consumptie van water. Om bepaalde producten te produceren heb je water nodig. En uiteindelijk een 2 keer zo laag impact op het klimaat. Om een bank te produceren moeten fabrieken aanstaan. Daar is elektra en gas voor nodig. Die uiteindelijk een impact heeft op het klimaat. Dus op die manier kun je meer geld verdienen met minder impact. Binnen Circo hebben we een tool ontwikkeld, een analysemodel voor circulaire business. Die zal na afloop van het webinar gedeeld worden. Met het analysemodel kun je via Excel snel inzichtelijk maken voor jouw product waar de kansen liggen en welk mogelijk businessmodel daar het beste bij past. Dat is niet het enige wat Circo aanbiedt. Circo biedt ook tracks en classes aan en met die track of klas kunnen designers, ontwerpers, maar ook productontwikkelaars in 3 dagen tijd leren hoe zij een circulair product kunnen gaan ontwerpen. Rogier zal daar later meer over vertellen. Dan wil ik hierbij mijn onderdeel van dit webinar beëindigen. En mochten er vragen zijn, dan zullen die naderhand, denk ik, besproken worden. Ja, dankjewel Jona voor deze interessante track workshop in het kort. Je vertelde het al, Rogier Eenkhoorn van Kennisport Regio Zwolle, die zal aan het einde van deze webinar de follow-up mogelijkheden even tonen en laten zien. Er is ook ondertussen een vraag binnengekomen of de slides die jij hebt laten zien, of die achteraf gedeeld kunnen worden. Ik neem aan dat het geen probleem is. Zeker, ja. Dan wordt hij toegestuurd. Dan heb ik alvast een vraag aan jou. Je sprak zo mooi over de mogelijkheden, maar ik ben zo benieuwd. Wat kan een bedrijf of een ondernemer deze zomer eventueel zelf nog doen om een stap te zetten in circulair ondernemen? Goeie vraag. Wat de trend die ik nu in de markt zie, is dat veel grote partijen hun eigen producten, die bijvoorbeeld al 10 jaar oud zijn, aan het terugkopen zijn. Die zijn ze aan het reviseren en opnieuw in de markt aan het plaatsen. Bijvoorbeeld om een lager marktsegment te bedienen tegen een lagere kostprijs van het product. Eigenlijk voor heel veel producten is het al mogelijk om te kijken op bijvoorbeeld marktplaats.nl van: wat gebeurt er eigenlijk met mijn product nadat een gebruiker het gebruikt heeft? En tegen welke prijs wordt dat product verkocht? Eigenlijk door alleen al daarnaar te kijken is het mogelijk van: oké, welke kans zit er dan voor mij om die markt te kunnen gaan benutten? Sommige markten zijn er zelfs premium resellers die producten van andere leveranciers opkopen, reviseren en uiteindelijk in de markt met een garantie aanbieden, terwijl dat eigenlijk niet eens de producten zijn die ze zelf hebben ontwikkeld. Een ontwikkelaar van een product kan vaker een langere garantie aanbieden, want die weet precies hoe dat product in elkaar zit en daardoor dus meer waarde uit het product halen.
Mooi, een goede tip en een kleine stap om zelf alvast te kijken wat het voor jou kan betekenen. Ik wil nog ook onze kijkers nog eventjes op attenderen. We hebben een poll rechts bij de webinar. Dus hij is al veelvuldig ingevuld, maar we willen heel graag dat eigenlijk iedereen hem eventjes invult. Dus voor ons waardevolle informatie. Dan hebben we nog een gastspreker. Jona, jij blijft er gewoon lekker bij. We gaan gewoon met elkaar in gesprek. Ja. Hendrik Jan, ik wil jou graag uitnodigen om op het podium te komen. Hij komt eraan. Ja. Ik denk dat ik er ben. Ja, je bent er. Goedemorgen, Hendrik Jan. Goedemorgen. Goedemorgen. Hendrik Jan, jij bent eigenaar van David Tapijt en Warmglas. En jij hebt vorig jaar heb jij meegedaan aan de Circotrack Smart Industry Overijssel. Kan jij ons vertellen wat de reden is, wat de aanleiding was waarom jij daaraan hebt meegedaan? De uitnodiging om mee te doen trok mij aan, omdat wij al enige jaren bezig zijn met uitvinden met betrekking tot de recyclebaarheid van één van onze producten, met name kunstgras, gecombineerd met het toepassen van andere producten. En omdat uitdrukkelijk daar gevraagd werd naar deelnemers uit de tapijtindustrie, was het mijn idee van, dat kan best interessant zijn. Mede overigens door de contacten die ik al met de team tegen OEGO had. En in gevolge subsidieaanvragen voor deze activiteiten. Mooi. En Hendrik Jan, kan jij volgens jou kosten besparen en toch circulair ondernemen? Ja, dat is zeker mogelijk. Je moet natuurlijk wel in de gaten houden dat je wel een piketpaal hebt geslagen waar je naartoe wilt werken. Met een doel om zo mogelijk kostprijsverlagend te kunnen werken. Maar ook te kijken naar de kosten during lifetime. Dat is wat anders als iets wat je koopt en het afschrijft na een aantal jaren. En dan zegt, is mijn zorg niet om die nazorg te plegen van de oplossing van het recycleprobleem. Dus het is wel degelijk een kostenfactor die een rol speelt. Ja, dus kan jij daar eens op reageren, Jona? Ja, zeker. Uiteindelijk zal, als je garant gaat staan voor wat er gebeurt met het product aan het einde van een levensfase, er zit ook een kostprijs aan verbonden. De truc zit hem in het businessmodel zo aan te kunnen passen dat die hogere kostprijs voor een meerwaarde zorgt en uiteindelijk zichzelf terugverdient bij de ondernemer. Mooi. Ja, dank je. Hendrik Jan, wat is op dit moment voor jullie de grootste uitdaging? Nou, de grootste uitdaging is eigenlijk wel heel vakgericht. Met name kunstgras is een product waar nogal wat over te doen is geweest met betrekking tot de milieubelasting, met name het gebruik van de gemalen autobanden. Daar kan ik wel een aantekening bij maken, zal ik nou niet doen. Maar in ieder geval, de publieke opinie dwingt je om toch te kijken naar in de eerste plaats de milieubelasting en in de tweede plaats de commerciële toestand waarin op het ogenblik het kunstgras zich bevindt. En om te kijken of we een grotere waarde aan het product kunnen krijgen zonder dat het feitelijk de kostprijs verhogend, zonder dat de kostprijs verhogend werkt. En daar zijn we al een jaar of 3 à 4 mee bezig. En het ziet er dan uit dat we inderdaad wel dat doel bereiken. Binnen een aantal jaar in ieder geval. Ja, mooi. Dankjewel Hendrik Jan voor deze reactie, voor jouw verhaal. Heb je nog een tip of iets tastbaars of iets bruikbaars waarbij jij zegt van goh, als bedrijf of ondernemer, circulair ondernemer, zet deze stap of denk hieraan of... Kan je ze iets meegeven? Ja, ik denk voor de eenvoud dat je niet moet gaan denken als ondernemer, wat zal ik eens gaan ondernemen om iets ofwel circulair of herbruikbaar te maken. Maar kijk naar de bestaande producten in je portfolio en kijk naar de wereld en zie
wat daar gebeurt en probeer daaruit af te leiden of je niet al kunt beginnen met onderdelen van dat product duurzamer of te verduurzamen te gaan maken. Ik denk dat dat een methode is waardoor je zelf niet te snel van het pad afraakt door dingen te gaan doen die daar weer buiten liggen, maar dat je dus dan een duidelijk doel hebt. Nogmaals, die piketpaal moet je slaan. Waar wil je naartoe? En probeer dat te doen. In onderdelen het liefst. In delen. Zodat je uiteindelijk ook vrij goed kunt inschatten dat je inderdaad een goed product hebt, CQ, een goed verdienmodel hebt. Ja, ja. Ik denk, Jona, dat Hendrik-Jan hier echt wel een punt heeft en goed mee bezig is. Heb jij daar nog wellicht een aanvulling op? Nee, ja, ik sluit me daar eigenlijk volledig bij aan. Vaak wordt er bij circulaire business gedacht aan, dan moet ik volledig mijn keten gaan sluiten. Dan moet ik uiteindelijk van het recyclaat van mijn kunstgrasveld weer een nieuw kunstgrasveld kunnen produceren. Moet ik dat dan allemaal zelf gaan doen? Ik denk dat het belangrijkste punt gewoon is, het kan al klein beginnen door maar een kleine dienst toe te voegen aan het product wat je levert. Ofwel een component te kunnen verbeteren, draag je al bij en ben je al een stap dichter bij een volwaardig circulair businessmodel. Ja. En soms kan het ook zijn dat een product wat je nu verkoopt misschien tegen een misschien geleased kan gaan worden. En ook dan zit je eigenlijk al, schuur je al tegen de richting van circulaire business aan. Ja, mooi. Ik denk je dan naar het webinar als luisteraar en als kijker van hier wil ik meer van weten en ik wil meer verdieping. Dat kan. Zometeen komt Rogier Eekhoorn van Kennissportregio Zwolle op het podium. En ik wil hem alvast uitnodigen om erbij te komen, Rogier. Dag, Rogier. Hi. Hi. Ik hoor je nog, kan je nog niet echt goed, je geluid. Is het zo beter? Nee, nog niet. Je klinkt nog een beetje zacht. Nou, net in de voorbereiding deed het goed, hè? Dus als het goed is, beter dan net kan ik het niet maken. Ja, nu wordt het beter. Ja, dankjewel. Hij heeft langzame aanloop nodig. Rogier, jij bent van de Kennissport Regio Zwolle. Klopt. En jij kan ons vertellen hoe de deelnemers hier een vervolg aan kunnen geven. Dat klopt. Ik heb een tweetal slides die straks getoond gaan worden. Want wat Jona net heel mooi aangaf, die heeft ons meegenomen in de cirkelmethodiek. Dus hoe kijkt Cirkel tegen circulariteit aan en hoe zou je de eerste stappen kunnen zetten in circulariteit? En wat is daar? Daar een methode achter. Nou, wat mooi is dat Hendrik-Jan daar al aan mee heeft gedaan en CircoTrack heeft gevolgd. En wat wij na de zomervakantie willen gaan doen en wat we eerder hebben gedaan is het organiseren van 2 driedaagse CircoTracks. En het mooie hieraan is dat je vanuit de totale keten gaat kijken hoe kan ik nou mijn product meer circulair maken. Zoals Hendrik-Jan net aangaf, hoeft dat niet van 1 naar 100 in 3 weken. Kleine stapjes zetten. En die kleine stapjes kun je beginnen te zetten met onder andere het volgen van een circotrack. We hebben er nu een aantal georganiseerd. En heel veel bedrijven die dat... We hebben een aantal in de regio georganiseerd, maar ze worden landelijk in heel Nederland en zelfs volgens mij internationaal inmiddels uitgerold. En ik vind het zelf, ik heb hem zelf gevolgd met een aantal ondernemers, een hele mooie methode om heel praktisch te kijken van nou, hoe zit nou je keten in elkaar, waar zit nou je verlies en hoe kan je nou die eerste stapjes zetten en waar kun je dan het beste beginnen. Dus wat is het laaghangend fruit op het gebied van circulariteit? De vervolgstappen die je zou kunnen zetten is onder andere het volgen van deze cirkeltrek dus. En daarbij hebben we in september hebben we gekozen voor machinebouw en metaal om daar de eerste mensen de kans te bieden om daar de eerste stappen te zetten of de volgende stap in circulariteit te zetten. En die is op dinsdag 1, dinsdag 15 en dinsdag 22 september. Daarbij kun je via onze website kun je daarvoor aanmelden. Maar je kunt mij ook persoonlijk even contacten of via de Cirkel website.
Dus specifiek voor machinebouw en metaalbedrijven, dus mensen in die branche kunnen daaraan meedoen. En dan later in de tijd, dus in november, starten we met een circulaire bouwketentrek, waarin de hele bouwketen bij elkaar komt en aan de slag gaat met circulariteit. En, een mooie vorige keer van deze trek was dat daar ook samenwerking ontstond tussen bedrijven. Naast circulariteit ontstonden er ook gewoon samenwerkingen op het gebied van lineaire werkzaamheden, maar uiteindelijk wel met als doel om uiteindelijk de stap te zetten richting circulariteit. Dus het is niet enerzijds zeg maar kennis opdoen, maar anderzijds ook je netwerk vergroten van gelijkgestemden, waar je uiteindelijk samen mee kan optrekken. Mocht dit nou niet een van twee branches zijn waarin je zit, schroom dan niet om toch contact op te nemen. Circo is breed inzetbaar. En er zijn ook andere tools wellicht die wel ingezet kunnen worden, zoals een analysemodel of een 1-op-1 sessie. Mocht je in een bepaalde branche zitten waarvan je zegt van ik wil toch graag meedoen naar zo'n Circo-track, er worden landelijk heel veel tracks georganiseerd. Maar ook in onze regio en ook in heel Overijssel, ook in Drenthe, zouden we eventueel ook een maatwerkend track kunnen aanbieden. Dus, dankjewel. Dankjewel, Rogier. Ondertussen is er een vraag binnengekomen. Het grootste percentage van onze deelnemers komen uit de zakelijke dienstverlening. En de vraag is, zijn er voorbeelden van hoe je in deze branche circulair kunt werken? Jona, mag ik hem aan jou stellen? Ja, zeker. Het is wel afhankelijk van de uiteindelijke definitie van zakelijke dienstverlener. Ik denk dan al snel aan bijvoorbeeld als je zelf adviseur bent en op die manier de markt eigenlijk helpt. Een manier om al circulair bezig te kunnen zijn is zelf al circulair in te kopen. Bijvoorbeeld als jij IT-apparatuur aan gaat schaffen, dan begint dat eigenlijk ook al met de vraag te stellen van goh, als ons IT hier kapot gaat, nemen jullie het dan ook terug? Of door de vraag te stellen, is het ook mogelijk om de apparatuur die wij van jullie afnemen te leasen? Of tegen een ander businessmodel aan te schaffen? Zodat je zelf niet die verantwoordelijkheid hebt aan het einde van de levensduur. Op die manier stimuleer je het bij de producent of distributeur om na te denken over, kan dit en kan ik op een andere manier mijn product aanbieden? Mooi, dankjewel. Ik moet hem helaas afsluiten. We zijn alweer door onze tijd heen. Ik wil Jona, Hendrik, Jan en Rogier bedanken voor deze waardevolle bijdrage aan de webinar. Deze webinar is opgenomen en hij is terug te kijken. Ik wil aan de deelnemers vragen, deel het dan ook vooral met ondernemers en andere partijen voor wie dit interessant is. De webinar Blik vooruit, maak deze ook bespreekbaar. En als er een onderwerp is waar je meer kennis in wilt opdoen, laat ons dit dan weten. Je hebt een idee, een project, product of dienst, maar je weet niet zo goed waar je moet beginnen of je loopt vast in een bepaald proces. We kunnen je vanuit Cleantech Regio, Regio Deventer, Novelty Regio Enschede en Kennispoort Regio Zwolle verder helpen en wegwijs maken in de wereld van subsidies en loketten en je in contact brengen met de juiste personen. Ook helpen we je om een project zichtbaar te maken door de inzet van onze communicatiekanalen. Ik wil de gasten nogmaals bedanken en de kijkers voor jullie aandacht. En ik wens jullie een hele fijne zomer en tot na de zomer. Dank jullie wel. Eensgelijks, bedankt. Bedankt. Tot ziens.